waren voor juniors. Grote afwijzigen waren Wim de Vocht en Kevin de Weert. De Belgische vaandeldragers van de juniorscategorie waren al naar Italië vertrokken voor het WK op de piste. Kansen dus voor een aantal anderen om Vlaanderens mooiste op de erelijst te fietsen. Onze man in Herzelen was Paul Bernaerts. En ik ben er bijna zeker van dat die zijn verslag begint met West-Vlaming Bill van der Erve won vorig seizoen. Vlaanderen. Door de afwezigheid van Kevin de Weert en Belgisch kampioen Wim de Vocht werd Van der Erve als favoriet naar voren geschoven. Maar van enige druk had hij nauwelijks last. Eigenlijk voel ik mij vrij ontspannen. Ik heb al genoeg tegenslag gehad dit jaar om mijn eigen te kunnen kalmeren voor een wedstrijd. Maar in de eerste koershelft verbruikt Van der Erve zijn krachten in ten dode opgeschreven ontsnappingspogingen. Na half koers in de aanloop naar de Berendries, de laatste helling, ontsnappen 13 renners. Op de flanken van de Berendries komen die 13 renners samen. De verstandhouding bij de kopgroep is voortreffelijk. Bij het begin van de twee plaatselijke ronden van 14 kilometer bedraagt de voorsprong op het peloton 1 minuut. Net voor het ingaan van de laatste ronde ontsnapt Limburger Davy Metten. Even later krijgt hij het gezelschap van Jurgen van den Broek en Kevin Nijrink, een ploegmaat van Van der Erve. Die drie leiders lopen snel uit en zullen de podiumplaatsen verdelen. Op een langer stuk bergop demareert Nijrink. Van den Broek reageert, Metten begeeft, hij zal derde worden. Nijrink gaat voluit door, want hij spurt als een strijkijzer. Van den Broek weet al wie de sterkste is. Kevin Nijrink pakte dit seizoen al 11 tweede plaatsen. Dit is zijn 9e overwinning, maar hij blijft bescheiden. Ik had een redelijk goede dag en het koersverloop was ook ideaal. Net voor de Berendries raak ik me weg met de mannen 15. En dat maakt het stuk makkelijker in het finale om weg te raken. En blijkbaar had ik het geluk aan mijn zijde. Kevin Nijrink wordt 18 in november. Aan een profcarrière denkt hij nog niet. De studies gaan voor. Ja, en geluk dat u de eerste woorden van het verslag toch al had meegekregen.